ik wil graag een truc met een elastiekje doen. Maar elastiekjes, voor je het weet, breken ze. Gelukkig kan ik goochelen. Een klein beetje zo. En het elastiekje is weer heel. Een andere variant. Ik heb hier een elastiekje. En als ik dat elastiekje pak, is die kapot. Maar als ik hem nu weer aan elkaar doe, dan versmelt die en is die weer heel. Wat je nodig hebt, is één elastiekje. Dat elastiekje doe je zo om je vinger. Dan doe je dat onder je hand door. Naar de andere kant. En dan pak je hem daar weer vast. Dus eigenlijk heb je dat elastiekje dubbel. En maak je een cirkeltje. Zo. Twee vingers. Om je hand uittrekken, rondmaken. En hier het puntje vastpakken. Als je doet alsof je hem kapot trekt, dan laat je het lusje wat hier zit, laat je schieten. En het is net alsof die kapot gaat. Nu doe je het hele elastiekje in je hand. Je maakt een magisch gebaar en hij is zogenaamd weer heel. Moeilijke versie? Kijk goed naar mijn vingers. Oh, ik geloof dat ik mijn arm gebroken heb. Ja, weet je wat? Als je niet gelooft, ik laat het wel horen. Kirsten, zou je nog één keer willen komen? En even aan mijn rechterkant willen gaan staan? En even goed luisteren naar mijn rechterschouder. Kom maar ietsje dichterbij. Hou jij van smerige dingen? Nee. Oké. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als ik dit doe. Jij ook? Vraag maar af wat je gaat doen. Oh, nou, weet je wat? Ik laat het wel horen. 1. 2. Oh. Oh. En natuurlijk nooit vergeten om hem weer recht te trekken. Dankjewel. Wat heb je hiervoor nodig? Ik doe deze ook heel veel op basisscholen en dan laat ik altijd de juf of meester schrikken, want bij volwassen mensen werkt het het beste. Je hebt namelijk een plastic bekertje nodig. Die kraakt zo lekker en die doe je zo onder je oksel. Nou valt het een beetje op, dus je doet hem ook even onder je trui of je t-shirt of je badpak. Ja, nou, badpak gaat gewoon onder je kleren. Zo. Nou ziet het er natuurlijk nog steeds heel gek uit, dus wat je nu doet, je pakt zo je pols vast. Dat ziet er nu normaal uit en tegelijkertijd heb je nog heel veel ruimte voor dat bekertje. Zo. Dan kom je de kamer binnen en zegt, oh, ik geloof dat ik mijn armen gebroken heb of mijn schouder uit de kom. Of als je een oud t-shirt hebt en wat ketchup. Dan doe je het volgende. Je haalt je hand naar je borst en tegelijkertijd duw je het bekertje plat. Dus niet wat ik wel eens gezien heb, dit hè. Dat is een hele slechte timing. Wat ook niet werkt is als je het zo doet. Auw. Het moet echt lijken. En dit moet je thuis een paar keer in de spiegel oefenen. Want je moet namelijk goed kijken naar je gezicht. Daarom doe ik hem één keer voor in slow motion. En dit kan jij ook als je je hand maar voor je buik langs draait. Niet de andere kant op, want dan als je denkt hij doet het niet doorduwen. Gewoon die kant op. En je doet net alsof het heel pijnlijk is. Dan trek je je hand weer terug. Dan kraakt hij nog een keer. Dan schrikken ze misschien voor de tweede keer. En dan ga jij er gauw vandoor. Heel veel succes.